En hij heeft mij toen geïntroduceerd met Typhoon en Blackstar. Die kende ik toen helemaal nog niet. En toen ben ik een beetje met hem gaan optrekken. En toen zei hij van, ja, ik ben met een voorstelling bezig. Kom een keer kijken bij een repetitie en zo. Maar ik had helemaal geen zin om te gaan acteren en zo. Dus ik was bij die repetitie en ik zag die meiden. Die deden echt soort van laks in die repetitie. Ja. Van, oh, doe even zo en even zo. En ik zei tegen hem van, ja, waarom doen ze niet hun best? Hij zei, maar als jij weet hoe het moet, doe even voor dan.